100 mensen volgen op Twitter. 200 vrienden op Facebook. 500 connecties op LinkedIn. Wie moet je eigenlijk volgen op deze sociale netwerk sites? Ik ga het je zo vertellen. Hallo, mijn naam is Erno van ErnoHanning.nl. En dit is dag 4 in de training klanten werven via social media. Vandaag gaan we het hebben over wie moet ik nou volgen in deze sociale netwerksites. Laten we eens beginnen bij Twitter. Want in Twitter is dit het meest eenvoudige te doen, want Twitter is lekker open. Mensen hoeven niet terug te volgen, dus je kunt zelf heel gemakkelijk bepalen wie jij wilt volgen. Begin bijvoorbeeld eens met het zoeken van de woorden waarop jij gevonden wilt worden in de zoekbalk binnen Twitter. Dan krijg je mensen te zien die dus die woorden gebruiken. Dat kunnen potentiële klanten zijn, dat kunnen concurrenten zijn die erover schrijven. Onderzoeken die overgaan. Het andere wat je kunt doen is bijvoorbeeld in de zoekmachine zoeken naar lijsten van mensen die je moet volgen. People who to follow on Twitter, bijvoorbeeld. Of wat je kunt doen, er zijn speciale sites met lijsten van Twitter. De top 100 van mensen die je wilt volgen, de top 100 in Nederland die je wilt volgen, de top 100 mensen in de media. Dat soort lijsten zijn er. Wat je ook kunt doen, sommige mensen binnen Twitter die jij interessant vindt, maken ook lijsten aan. Een lijst van mensen die zij om een bepaalde reden volgen of die zij in een bepaalde manier in een lijst wil hebben. Ga eens door zo'n lijst heen en kijk wie daarin wil staan en je kunt heel gemakkelijk die mensen volgen. Natuurlijk kun je ook de mensen volgen die in gesprek zijn met mensen die je al interessant vindt. Als je mensen volgt binnen Twitter en je bent vaak met die mensen in gesprek, je hebt vaak contact met ze, kun je die mensen ook gaan volgen binnen Facebook bijvoorbeeld. Want als je mensen wilt uitnodigen om vrienden te worden in Facebook, moet je erop letten dat je niet zomaar mensen moet uitnodigen die je niet kent. Het risico bestaat dat ze dan klikken op ik ken die mensen niet, ik ken die gewoon niet buiten Facebook. En daarmee loopt het risico dat Facebook dan zegt ik ga je een tijd blokkeren om mensen te kunnen uitnodigen. Dit kan een paar dagen duren tot zelfs een maand. Nodig ook niet te veel mensen tegelijk uit. Doe dat gewoon met een paar mensen per dag. Als je kijkt naar LinkedIn, binnen LinkedIn wordt LinkedIn steeds opener als je met meer mensen bent verbonden. Dus hoe meer mensen je bent verbonden, hoe meer mensen je kunt zien binnen LinkedIn. Wil je in het begin aan de slag om mensen te volgen, sluit je dan aan bij een paar grote groepen. Kies een paar groepen waar jouw klant in zit, dus waar mensen gesprekken hebben met elkaar die jouw klant zijn. En sluit je aan bij een paar groepen waar jouw concurrenten, jouw branchegenoten zitten, zodat je weet wat er op dit moment in jouw branche speelt. Ben je dan in gesprek in die groep met die mensen, dus ga je actief met die mensen in gesprek, dan kun je ook heel gemakkelijk die mensen uitnodigen. Die mensen herkennen je vanuit de gesprekken en je zit in dezelfde groep, dus het maakt het uitnodigen ook gemakkelijk. Als je eenmaal verbonden bent in de groepen met deze mensen, wordt het ook makkelijk om in andere platformen mensen weer uit te nodigen. Als je bij Facebook verbonden bent, dan vind je die mensen ook terug bijvoorbeeld in Pinterest of in YouTube. Dus dit zijn een aantal manieren om mensen uit te nodigen, met jou te verbinden, in gesprek te komen. Morgen gaan we het hebben over hoe je nou de juiste informatie haalt uit al dat lawaai op deze sociale netwerksites. Ik zie je graag morgen.